Een hele goede morgen en welkom bij deze dagvlog. Ik zou eigenlijk een weekendvlog moeten zijn, maar zoals jullie al op mijn kanaal hebben gezien, is het vloggen er de laatste tijd niet echt van gekomen. Heeft niet echt een speciale reden. En ook weer wel, het is een beetje lastig. Ik had er en niet zo heel veel zin in en niet zoveel inspiratie voor. En ik had ook weer andere video's die ik met jullie wilde delen. Dus dat heb ik op die manier gedaan. En ik heb de laatste vlog die jullie van mij gezien hebben, zou ik maandags naar de dokter gaan. En daar heb ik jullie volgens mij geen update meer van gegeven. Ik ga jullie even op een statiefje zetten, zodat ik dat even kan doen. Zo, dat kletst iets makkelijker dan dat ik de hele tijd zo moet zitten. Dat was trouwens niet geheel de laatste weekendvlog. Want de laatste weekendvlog was natuurlijk dat ik bij Cas was geweest voor het bouwen van het kasteel. Die video hebben jullie inmiddels ook al gezien. Ik vond het super leuk om hem te maken. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden om naar te kijken. Maar ik ben inmiddels bij de neurochirurg geweest. Dat had ik een tijdje geleden verteld. Last van mijn benen, last van mijn rug. Wat is het nou precies? Wat gaan we eraan doen? Lang verhaal kort is dat ik dat de kans bestaat dat ik word geopereerd. Dat is nog niet 100% zeker. 15 november heb ik een belafspraak. Hij had namelijk nog wat overleg te plegen met wat andere neurochirurgen die net iets meer ervaring hebben en iets gespecialiseerder zijn op dit gebied. En dan hoor ik of die operatie er wel of niet gaat komen en hoe we dat gaan aanpakken. Ga ik dat in ieder geval gewoon stap voor stap bekijken en ben ik ook wel blij dat er iets gedaan kan worden. Maar je zult begrijpen, dat is ook best wel spannend. Daarnaast zijn er op mijn werk een aantal dingen die spannend zijn. Geen ernstige dingen, er zijn helemaal geen ernstige dingen. Het gaat heel goed met me, maar dat zijn allemaal dingen die even mijn leven bezighouden nu. En vloggen past daar in mijn gevoel niet zo heel erg bij. Ik weet het niet, maakt ook niet uit. Ik ben ook wat dingen met dit kanaal van plan. Maar dat hangt heel erg samen met die planning van de eventuele operatie of niet. Dus daar gaan jullie ook later nog veel meer van horen. Ik ben daar achter de schermen wel vrij druk mee bezig. Maar dat komt allemaal nog. Het is vandaag zondag 27 oktober. En wat heb ik dit weekend gedaan? Vrijdagavond heeft mijn moeder de verjaardag gevierd, want die was jarig vrijdag, dus feliciteer haar nog even onder in de comments. Vindt ze vast leuk. En gisteren heb ik daarvan uitgebrakt en heb ik Sims gespeeld. Ik heb Sims al langere tijd. Volgens mij al voordat ik ging vloggen speelde ik Sims. Hele tijd niet gedaan en nu ineens vind ik het weer heel erg leuk om te doen. Dus daar heb ik me lekker gisteren mee bezig gehouden. En vandaag ga ik denk ik even naar de Action en ik neem jullie mee. Jullie weten hoe ingewikkeld ik het vind om in winkels te filmen, maar als het maar even kan zal ik het doen. Ik ga naar het tuincentrum, toch even als pieken wat er aan kerstgebeuren is, dus dat laat ik jullie dan ook nog even zien. En ik moet nog even wat boodschapjes doen. Dat zijn mijn plannen voor vandaag. En ik had zin om te vloggen, dus dat ga ik ook doen. Ja, het is nu al 10 voor 11. Vanochtend heb ik, maar er was ook niks te vloggen, want ik ben opgestaan. Ik heb de Lego video gemaakt. Ik heb een wasje gedraaid en opgehangen. Ja, dat kan ik wel laten zien, dat weet ik ook wel. Maar ik heb niet heel veel spannende dingen gedaan. Maar goed, ik heb nu nog een kopje thee in deze hele leuke Alice in Wonderland mok. En dan ga ik de dingen doen die ik van plan ben. Dus ga gezellig met me mee, zou ik zeggen. Dan wordt dit een dagvlogje van zondag 27 oktober. Zo, de boodschappen zijn binnen. Ik hoefde alleen fruit te halen. Dat zie je daarachter liggen. Dat zijn bananen en mandarijnen. Ik heb even pindakaas gehaald, want die was op. En koffie. Daar, koffie.
En toen heb ik de post even uit de brievenbus gehaald. Dat had ik natuurlijk gisteren niet gedaan, want ik was gisteren de deur niet uit geweest. Ik heb bij de postcode loterij DAF gewonnen. Nou, hoe fijn is dat? En twee pakketjes van Ali. En één daarvan, kijk nou, dat is een besteksetje voor Timmy van Peppa Pig. Daar is hij helemaal gek op. Dus, alhoewel ik net van pa en ma hoorde, die waren daar geweest. Robert en Wies waren met de kinderen op vakantie en pa en ma hebben daar een nachtje geslapen. Ze waren met Tim naar de Efteling geweest 2 weken geleden of zo. Vorige week. Nou ja, vorige week volgens mij. Maar ach, dat was iets te veel indrukken voor de kleine man. Want hij kan niet meer ophouden over de Efteling. Maar ik hoop dat dit dat een beetje gaat doorbreken. En dan heb ik nog, ik denk, hele leuke stickers. Ja, het zijn stickers. Dus die ga ik jullie even zo neerzetten. Gaan we even zo kijken welke daarin zitten. Ja. En volgens mij ga ik die zomaar heel erg leuk vinden. Oh, geweldig. Geweldig. Dit is weer een mooi. Oh, oh. Jongens, wat een leuke stickers. Ik ga ze even goed neerleggen. Zodat jullie ze kunnen zien. Dan kan ik ze even goed laten zien. Sommige zijn wel een beetje gekreukt, zie ik al. Dit zijn wel echt mijn leukste stickers tot nu toe. Kijk nou. Hoe gaaf. Die ook. Oh. Kijk, deze zijn een beetje die. Ik vind ze geweldig. Hier ga ik wel wat tofs mee kunnen maken in mijn journal. Heel erg blij mee. Dus ik ga ze even in mijn laadje leggen. Dan ga ik even snel dan ga ik gewoon even een boterham eten. En dan gaan we even naar de action. Eerste stopje is de glasbak. Bij de action. Ik sta voor de lift. Daar is de trap. Daar komt iemand af. Volgens mij is het heel druk. Maar goed, we gaan het zien. De kerstafdeling is al wel heel erg. Nou, al weken eigenlijk. Het is zo druk, jongens. Ik ga even op zoek naar mijn vitaminepillen, want daar kom ik voor. Ik heb ze gevonden, want hier kwam ik voor. Dit zijn die vitamine D koudtabletten, die heb ik nog. Dit zijn de niet te veel multivitamine die ik had. En ik heb ook deze, dus ik ga even kijken wat het verschil is en welke ik ga nemen. Maar ik ben blij dat ik het gevonden heb, was even zoeken. Nou, kon ik een keer filmen in de action, durfde ik het een keer. Staat er een medewerkster, mocht het niet. Maar in niks gekocht. Ja, wel, die vitamine pillen heb ik gekocht en oortelefoontjes die ik nu even ga uitpakken en dan kan ik mijn boek luisteren terwijl we naar de naar het tuincentrum gaan. Dus daar zie ik jullie straks.
Zo. Ik ben weer thuis. Ik ben nog eventjes thuis. Want kijk, ik heb de chaos alweer neergelegd. Ik ga wat dingen journalen voor de video. Maar ook gewoon omdat ik er zin in heb. Ik heb verder niks meer gekocht. Alleen die oortjes, maar die laat ik straks even zien. Want die liggen onder deze chaos op te laden. En die vitaminepillen dan. Ik heb de gewone genomen. Die ik de vorige keer ook had. Die bevielen eigenlijk prima. En dus vandaar dat ik die genomen heb. En nou ja, jullie hebben de beelden van het tuincentrum kunnen zien. Echt wel heel gaaf hoor. Ik ben nog niet helemaal toe aan de kerst. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik hier wel weer blij van werd. Dus nou, dat ja, vind ik dan ook wel weer leuk. Want het begint er toch een beetje aan te komen. Overal begint het alweer een beetje los te gaan. En ik zat nog eigenlijk niet helemaal in die mood. Maar dit heeft wel geholpen. Ik ga lekker journalen en dan zie ik jullie straks weer. Zo, ik heb inmiddels gegeten. Ik ben alweer lekker thuis. Mama had heerlijk nog restjes van de verjaardag over. Dus die hebben we lekker opgegeten. Ik was jullie van plan mee te nemen. Maar ik ben het helemaal vergeten om de camera mee te nemen. Wat stom. Nou ja. En inmiddels heb ik hier heerlijk zitten journalen vanmiddag. En net nog even. En toen gebeurde er dit. Handig hoor, zo'n los bakje met al je losse stickers erin. Maar niet als je het op de grond laat vallen. Nou, ik moet even kijken hoe ik dit ga oplossen. Want ik heb natuurlijk wel zo'n leuke grijper daar liggen. Maar daar kan ik al die losse stickertjes echt niet mee oppakken. En de batterij is bijna leeg, dus dat ga ik eerst even regelen. Ik zie jullie straks weer en dan zie je of het gelukt is om het op te ruimen. Ik heb ze nu met de grijper, dat is dit ding. Daar kan ik altijd mee dingen van de grond grijpen, maar dit is net te dun en anders vouw ik ze om. Maar ik heb ze nu hier bij elkaar geveegd met dat ding en ik denk wel dat ik er zo bij kan. Dus ik ga ze even opruimen. Nou, ik heb mijn rek- en strek oefeningen weer gehad. Maar ze zitten allemaal weer in het doosje, behalve deze stapel dan. Sneak peek van mijn bullet journal. Top! Zo, dat je dan eerst je bullet journal video wil opnemen, dan je batterij leeg gaat, je dan denkt, oh ja, shoot, die tweede batterij is ook leeg, want die heb ik opgemaakt tijdens de video van Lego bouwen. En dat je dan al een uur geleden denkt, ik wil gaan slapen, maar ik kan niet, want mijn video, ik heb mijn vlog nog niet afgesloten. En hij lag op te ruimen. Oh ja, het is weer zover jongens. Ik zal even zo filmen. Maar goed, anyway. Het is wintertijd. Het is 9:10. Het is dus eigenlijk 9:10. Ik stik van de slaap. Omdat ik vroeger nog de ouderen zo heel vroeg wakker was. Ik zit allemaal ontzettend leuke plannen te maken met mensen. YouTube mensen zelfs voor de kerst. Dus nou, helemaal zin in. Maar nu ga ik lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze dagvlog leuk vonden. Ik vond hem in ieder geval heel leuk om te maken. Laat me even weten wat jullie hieronder vindt. Wat voor vlogs jullie het leukst vinden. Of jullie die andere video's ook leuk vinden. Nou, laat me gewoon even weten wat jullie willen zien. Dan ga ik kijken wat ik voor de toekomst allemaal wil gaan maken. En dan komen we er vast samen uit. Voor nu wil ik jullie bedanken voor het kijken. Doe een duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie je weer in een volgende video. Doei doei!